Goedemiddag iedereen en welkom bij deze webinar van Klasse. Vandaag hebben we het over uitdagende, heftige uitspraken die je al eens krijgt in je klas en hoe je daar als leraar mee omgaat. Ik ben Seppe van Klasse, stond vroeger ook voor de klas en ik herinner me zulke uitspraken van leerlingen maar al te goed. En heel vaak wist ik ook niet precies hoe dat ik daar dan precies op moest reageren. Vandaag leg ik jullie vragen voor aan Sam Mampai. Sam is educatief medewerker bij het project Democlab van Atlas VZW. En Sam, daar ben je al. Hey. Hallo. Jij begeleidt Antwerpse scholen bij de omgang met superdiversiteit. Kan je kort even uitleggen wat dat dan inhoudt? Ja, inderdaad. Dus wij draaien het project Democlab sinds 2016 ondertussen, waar we eigenlijk in middelbare scholen in Antwerpen in de derde graad van middelbaar onderwijs aan de slag gaan met eigenlijk zowel leerlingen als leerkrachten als heel het schoolbeleid, in de trajecten van een schooljaar tot soms twee schooljaren lang, ja. Waar dat we dus zowel in de klas duiken en met leerlingen een hele reeks workshops geven over uitdagende uitspraken, thema's, omgaan met elkaar in superdiversiteit, maar tegelijkertijd ook leerkrachten eigenlijk ondersteunen in welke methodes kunnen we er dan allemaal voor gaan gebruiken in uw eigen klas, samen ook met die leerkrachten experimenteren met die methodes in de klas, ja. En dan drie, tegelijkertijd gaan kijken naar dat schoolbeleid, van hoe is eigenlijk de brede visie van de school op diversiteit en hoe past dan heel dat verhaal binnen een groter structuur. Ja, voilà. Dat is de ja, die leraren ondersteunen, dat is dan wat we hier vandaag een beetje gaan proberen te doen samen. Ik leg je eerst nog even uit hoe we het vandaag aanpakken. We hebben ongeveer een lesuur de tijd, 50 minuten. Ik leg je eerst graag vier stellingen voor en daarna gaan we in op de vragen van wie hiermee volgt natuurlijk. Heb je zelf een vraag voor Sam? Maak je zelf iets mee op school? Stel dan zeker jouw vraag hier in de chat. Graag met een beetje context, zoals de leeftijd van je leerling. Dat helpt ons zeker om een goed antwoord te zoeken op jouw vraag. We doen onze best om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens de webinar. Wie deelneemt, krijgt nadien nog een mailtje met daarin artikels van klassen die meer oog hebben voor specifieke onderwijsniveaus. Heb je toevallig technische problemen, geen geluid, geen beeld, geen paniek, zeg ik dan. We zorgen ervoor dat de opname van deze webinar online komt. Sam, ben jij klaar voor de eerste stelling? Het is beter om te zwijgen dan om iets fout te zeggen. Ja. Ja, dat is een boeiende, omdat dat heel hard aansluit ook bij ja, de realiteit van heel veel leerkrachten. Het ding van effectief, er valt op een gegeven moment, stel je voor, je bent aan het lesgeven, of je loopt gewoon over, zelfs over de speelplaats, en iemand doet een heftige uitspraak. Hoor je eens vallen bijvoorbeeld, honeybees zijn vies en tegennatuurlijk. Een leerling zegt dat. En dat is een heftige uitspraak. En het ding is dat heel veel leerkrachten, en mensen in het algemeen, van nature uit op twee manieren erop reageren. En dat is het verhaal van handelingsverlegenheid, enerzijds, en handelingsdrang, anderzijds. Ja. En bij handelingsverlegenheid schiet eigenlijk vooral in de reactie van ja, niet goed weten hoe dat je er moet op reageren, en uiteindelijk ook maar niet reageren. Dikwijls vanuit een heel aantal overwegingen, van bijvoorbeeld, wat is deze hier? Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om hier nu op te reageren. Hoe zou ik daar dan op reageren? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Deze is heel gevaarlijk. Als ik hierop reageer, misschien trek ik een potje open, misschien ontstaat dan ook altijd maar meer discussie. Springen andere leerlingen daarop? Wat als het fout afloopt? Dat deel dat speler begint te escaleren. Wat misschien zelfs als leerlingen, maar we beginnen filmen terwijl dat ik is dat te doen. Ook dikwijls een inhoudelijk ding. Bijvoorbeeld een moslimleerling zegt, holibies, dat is vuil en vies en dat mag niet van mijn geloof. Sommige leerkrachten zeggen, ik weet eigenlijk te weinig over islam en over de Koran om daar een uitspraak te kunnen over doen. Ik voel me inhoudelijk niet geplaatst, dus ik ga maar beter zwijgen. En dus handelingsverlegenheid leidt uiteindelijk naar zoveel vragen en zoveel overwegingen dat je uiteindelijk maar niks doet en dat laat passeren. Gewoon verder gaan met je les en doen dat er niks je mee. Denkt heel veel, maar je zegt niet. Eigenlijk niks. Voilà, inderdaad. En dat is een menselijke reactie, maar vanuit pedagogisch perspectief niet zo interessant. Ik kom daar straks op terug. Maar dat is handelingsverlegenheid enerzijds. De andere soort reactie is handelingsdrang. En dat is een beetje het tegenovergestelde. Bij handelingsdrang voelt als leerkracht eigenlijk vooral de drang om te handelen en vooral heel snel grenzen te zetten. Nee, deze kan absoluut niet. Wat u nu zegt, dat is echt absoluut not done. Leerkrachten dat soms zeggen van, we zijn hier in Vlaanderen en dat soort uitspraken dulden we hier niet in Vlaanderen. Het is wel respect en dat soort dingen. Waar je eigenlijk vooral uw autoriteit als leerkracht gaat gebruiken om dingen af te grenzen. Nu, dat zijn twee manieren die dat veel voorkomen en die dat ook heel normaal en menselijk zijn, maar die dat niet het juiste effect hebben. Waarom niet? Omdat het is heel belangrijk als leerlingen zo'n uitspraken doen. Ten eerste om sowieso te reageren, dat is heel belangrijk. Maar ten tweede ook, de bedoeling is eigenlijk om leerlingen aan te zetten om hierover te beginnen nadenken.
wat heb je nu eigenlijk gezegd en van waar kom je eigenlijk met die mening? En dus het denken van leerlingen open te zetten. En zowel met handelingsverlegenheid als met handelingsdrang haalde dat niet. Bij handelingsverlegenheid laat het eigenlijk gewoon passeren. Je zet dus niet het denken van die leerling in gang. Maar bovendien ook, je laat ook passeren bijvoorbeeld in een klascontext, ja, waar dat je niet reageert en waar de andere leerlingen ook het gevoel kunnen hebben van hé, hey, dat is hier blijkbaar allemaal oké okay om zo'n dingen te zeggen. Geeft absoluut geen veilig gevoel, ja, zeker niet voor leerlingen die eventueel betrokken zouden zijn op dat thema. Ja. Maar eigenlijk bij handelingsdrang doet hetzelfde. Bij handelingsdrang gaat een stuk je autoriteit gebruiken. En het enige wat dat effect dat je hebt, is dat die leerling leert om blijkbaar hier in de klas mag dat soort dingen niet zeggen. Dus ik ga mijn mond houden. Voilà. Maar het denken wordt op geen enkele manier aangesproken en de reflectie ook niet. Ja. Dat klinkt als een dunne koord om op te leren dansen. En ja, dat brengt ons een beetje bij onze tweede stelling, denk ik. Reageren moet je leren als leraar dan. Ja, absoluut. Het ding is natuurlijk, het is lastig. Je hebt uitspraken komen. Je wilt er dan op reageren. Dikwijls ook omdat je denkt, van als ik hier nu niet op reageer, dan staat heel mijn klas in brand binnen de kortste keren. Dit soort gedrag moeten we daar paal en perk aan stellen. Maar dat is inderdaad niet evident. En wat dat wij altijd zeggen is, wees zeer mild met uzelf in het leerproces. Want je gaat op verschillende manieren kunnen reageren. Eén manier is op lange termijn binnen je klas werken aan uitdagende thema's. Ik kom daar straks op terug. Maar het andere is, je moet ook kunnen on the spot reageren als zo'n uitspraak valt. En dat is niet eenvoudig, want dat is een gedrag dat je moet aanleren, jezelf ook aanleren, door de ervaring, door het veel te doen. Ja. Kun je dat stilletjes al in de vingers krijgen. Nu, er zijn 6 tips, heel concrete tips, dat we aan leerkrachten aanreiken van hoe kunnen reageren on the spot, puur als er een uitspraak valt. En ik zal er misschien even iets over vertellen, dat geeft wat perspectief. Ja. Tip 1 is een tip van begrens en nodig uit, waar dat we zeggen, je moet sowieso reageren als er een uitspraak valt, voorbij die handelingsdrang, voorbij die handelingsverlegenheid. Maar doe dat op 2 manieren. Enerzijds begrenzen, heel duidelijk aangeven, oké, wat je nu zegt, amai, dat is wel heftige taal, dat komt binnen. Dat komt misschien zelfs bij mij persoonlijk als leerkracht binnen. Ja, ik ben ook dat is iets anders dan zeggen, dat kan heftig. Niet. Ja, voilà. En ook van, denk eens aan eventueel de medeleerlingen, is dit respectvol, hoe zou dat overkomen? Dus duidelijk begrenzen, duidelijk aangeven, ja, is er een grens overgestoken. Maar langs de andere kant ook uitnodigen. Dus ook zeggen van, oké, maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in wat je zegt en ik wil echt er samen met je over praten. Waar haalde dat vandaan en wat bedoelde er dan mee? En het gesprek openen. Dus de 2 dingen doen. Enerzijds duidelijk begrenzen, langs de andere kant uitnodigen. Dat is tip 1, begrens en nodig uit. Tip 2 is de tip, neem een positie in het midden. We merken heel dikwijls dat als leerlingen heftige uitspraken doen, dat leerkrachten geneigd zijn om er zelf op te reageren. En dikwijls zelf in discussie te gaan met die leerling. Dat is opnieuw heel normaal en menselijk, maar pedagogisch niet zo interessant. Waarom niet? Leerlingen leren veel meer van elkaar dan van de leerkracht die vooraan in de klas staat. Dus je kunt beginnen schieten met van alle tegenargumenten, maar opnieuw, daar gaat het denken van de leerling vooral een stuk in de weerstand duwen en afsluiten. Het is veel interessanter om de discussie naar de klasgroep te brengen. Dus er komt een uitspraak, kaats die uitspraak terug naar de klas, vraagt aan de klas, oké, dat is 1 mening dat we hier horen, maar wat zijn de andere meningen hier in de klas? Maakt een beetje een inventarisatie van al die meningen. Laten we daar eens naar luisteren. Er zijn blijkbaar verschillende perspectieven en verschillende manieren om er naar te kijken. En eigenlijk de discussie in de klas brengen en dat daar gaan modereren. En maken dat geen persoonlijke discussie wordt tussen u en de leerling. Want dikwijls gaat dan ook zien dat heel de klas voor de rest afhaakt. En dat gaat gewoon heel hard aan het werken zijn met die ene leerling. Maar dus trek het open. En gebruik dan de kracht van uw klas daarin. Dus dat is type 2, positie in het midden. Type 3 is stel samen regels op. Dus een gesprek over een heftig thema heeft de neiging om heel snel alle kanten tegelijk uit te schieten. Probeert van in het begin te zeggen van, we gaan hier een stuk veiligheid creëren. En we gaan dat doen door samen gespreksregels op te stellen. Als we hier samen in gesprek gaan gaan, welke regels zijn dan belangrijk om te volgen dat op een toffe manier verloopt? We gaan elkaar laten uitpraten, niet op elkaar schelden, dat soort dingen. Ja, zaken waar leraren vanuit andere gesprekken wel mee vertrouwd zijn. Ja, normaal gezien wel. Ja, voilà. Maar belangrijk ook, je laat die regels uit de groep komen. Je maakt dat samen met je groep op. Het is niet dat jij regels oplegt aan de groep. Je maakt dat samen, je maakt er een soort contractje voor, zodat je er ook altijd naar kunt verwijzen als dingen mislopen. En ze gaan mislopen, maar op die manier heb je tenminste regels om terug te halen. Dus als type 3 stelt samen regels op. Type 4 is het ding van structureren. Een gesprek, en zeker ook een discussie over een heftig thema, opnieuw heeft de neiging om heel snel alle kanten tegelijk uit te schieten. Het is heel belangrijk om dat zelf als moderator, als begeleider, heel strak binnen een lijn te houden. Een eerste ding is het verzamelen van meningen. Dus niet direct in de discussie schieten, maar wat ik daar straks zei, eerst even horen in de klasgroep, wat zijn eigenlijk alle verschillende meningen hierover? Ja. En kunnen we daar eerst even naar luisteren, voordat we in de discussie schieten? En dat is nog iets anders dan te zeggen, jij vindt dat, maar eerder, we zetten alle meningen hier even
Op een rij, Onboord, ja, of, ja, voilà. inderdaad. En dat kan evengoed zijn, de meningen die ook niet in deze klas zitten, welke meningen leven hier rond die thema nog, en zet dat Ja. dus allemaal op een rij, dus dat je een beetje het groot perspectief krijgt. Dus het verzamelen van de meningen, maar ook het verzamelen van voorkennis. Dus een beetje gaan vragen van, oké, we gaan hier nog over een heftig onderwerp debatteren, maar wat weten we daar eigenlijk over? Wat zijn de vragen dat eronder liggen? En misschien moeten we eerst nog een aantal vragen beantwoorden vooraleer dat we kunnen beginnen discussiëren. Heel veel discussies, zeker over heftige onderwerpen, zijn niet per se gestoffeerd met heel veel informatie en inhoud. Dus het kan ook soms interessant zijn om eerst gewoon een puur basisles, basisinformatie te geven over een thema, vooraleer dat je begint te discussiëren. Ja. Dus voorkennis. Ook een hele belangrijke is het in structureren, is manieren zoeken om niet alleen te praten over de inhoud, wat dat er gezegd wordt, maar ook te gaan naar het gevoel dat daaronder zit en de betekenis van een uitspraak. Ja. Leerlingen doen soms heftige uitspraken, maar vanuit een gevoel. En het is dikwijls veel interessanter om dat gevoel naar boven te krijgen en te vragen van, maar komt het nu dat je er zo boos om wordt? En wat voelde dan? En waarom voelde dat? Dan per se in te gaan op direct de inhoud van een heftige uitspraak. Want de inhoud van een heftige uitspraak is meestal heel polariserend, heel zwart-wit. Terwijl dat er een gevoel onder zit dat veel interessanter is om het dikwijls over te hebben. Ook veel verbindender werkt om rond dat gevoel te gaan praten. Ook een hele belangrijke in het structureren is bewaak uw tijd. Discussies hebben de neiging om naar alle kanten tegelijk te schieten. Ja. Maar probeer dan dat gaat heel de erg. Bel. Dan gaat de bel, iedereen naar de speelplaats en je bent discussie kwijt. Dus probeer Ja. zeker vast op een gegeven moment af te sluiten, af te ronden. Te gaan. Het kan ook zijn dat je niet tot een conclusie bent gekomen, Ja. dat je dan gewoon zegt van oké, we doen dit verder op een ander moment, in een andere plek, op een andere les. Ja, want En dat wou ik net vragen, kan het ook zijn dat je niet tot een consensus komt? Ja, absoluut. De kans lijkt me reëel dat je het gesprek afsluit en je moet zeggen van ja, de een vindt dit, de ander vindt dat Ja, voilà, inderdaad. En dat is ook helemaal oké. Een discussie moet niet leiden tot een consensus. Het kan al heel interessant zijn, en dat kun je ook tegen leerlingen zeggen, het kan al heel interessant zijn om gewoon eens verschillende meningen te beluisteren en echt eens te luisteren naar elkaar en echt eens de verschillende argumentaties te horen. Er moet niet gewonnen of verloren worden in een discussie. Het feit dat je samen kunt luisteren, dat is al een heel belangrijke. Dat je samen kunt besluiten, we agree to disagree, ook dat kan een soort besluit zijn van een discussie. Ja. Maar dus bewaak de tijd. Tip 5, humor. Gebruik humor. Humor kan helpen om dingen wat lucht te geven, om wat adem te geven aan soms heftige discussies. Maar let daar ook mee op. Je moet je klasgroep daar goed voor kennen, in de zin van, soms pakt dat en geeft dat effectief lucht, maar soms liggen de dingen zo gevoelig dat als je er een grapje zou over maken, is dat alleen nog maar meer olie op het vuur. Dus je moet heel goed weten of dat je humor inzet en wanneer dat je dat doet. Tot slot, de laatste tip is eigenlijk dat je zelf een beetje een communicatiestijl moet aannemen en een houding moet aannemen als begeleider, als leerkracht, die dat je eigenlijk hoopt dat leerlingen gaan kopiëren of imiteren. En dat is eigenlijk wel een houding van open, eerlijk en nieuwsgierig in een discussie stappen. Niet per se je eigen mening kost wat kost willen verdedigen, maar eigenlijk op een open, eerlijke manier ook binnen vragen stellen, oordelen een beetje achterwege laten, maar vooral doorvragen en proberen betekenis van dingen te achterhalen. Dus nieuwsgierig denken, overkomen en niet oordelend. Ja, voilà. Dat is eigenlijk heel de houding dat je een stuk moet gaan aannemen. Dat niet gaat over je mening verdedigen, maar het gaat over meningen onderzoeken. En dat eigenlijk de insteek is. Onze derde stelling, safety first. Een gevarendriehoekje, Sam. Ja, inderdaad. Safety first. Het principe eigenlijk dat veiligheid in een klasgroep superbelangrijk is als je het wilt hebben over heftige thema's. Een heel concreet voorbeeld. Een leerkracht die een discussie wilt organiseren in de klas rond de oorlog Rusland-Oekraïne of het conflict Israël-Palestina op dit moment en denkt, oké, we gaan er een discussie ontvoeren, ik ga een aantal stellingen voorbereiden, leerlingen moeten dan positie innemen en dan gaan we beginnen discussiëren. En die doet dat en heel die discussie loopt binnen de kortste keren totaal verkeerd. Leerlingen beginnen te roepen, te schreeuwen, te schelden, alles loopt fout. Dat heeft heel veel te maken met het feit dat discussies, zeker over heftige thema's, dat die veiligheid vragen. En dat je dus eerst ook moet gaan werken in je eigen klasgroep aan die veiligheid, vooraleer dat je in alle veiligheid heftige discussies kunt voeren. En een heel interessant model daarvoor is wat ze noemen de vertrouwensdriehoek. En de vertrouwensdriehoek is een soort piramide, dat zijn vier lagen in die piramide. En het idee is eigenlijk dat elke groep, ook een klasgroep, kan groeien in vertrouwen. Ja. En dat doen ze door eigenlijk vier verschillende vragen te stellen, waardoor dat ze zelf meer vertrouwen kunnen krijgen, dat er meer veiligheid kan komen in een groep. Dus je kunt vragen, vier niveaus. Voilà, inderdaad. Ja. En je kunt daar als leerkracht, als groepsbegeleider, kun je op die vier vragen gaan werken en op die manier eigenlijk het vertrouwen in de groep en de veiligheid in de groep doen groeien, waardoor dat er de mogelijkheid bestaat om ook over heftige thema's te gaan discussiëren. En het principe is, dus dat zijn vier vragen. De eerste vraag die alle leerlingen zich meestal stellen, ook als ze in een nieuwe klasgroep komen,
de grote vraag, is het hier veilig? Heb ik hier eigenlijk veiligheid? Ja. Je kunt daarop werken als leerkracht door bijvoorbeeld te gaan werken rond regels, rond respect. Hoe gaan we met elkaar omgaan in deze klas? Regels rond hoe gaan we samen een gesprek voeren? Welke dingen gaan we zeggen, welke niet zeggen? Hoe letten we op elkaar? Dat soort dingen. Hoe creëren we een veilige ruimte in dat klaslokaal? Hoe gaan we om elkaar? Wederzijds respect, wat wil dat zeggen? Dat soort dingen. En dat gaat eigenlijk daardoor een basis ligt. Dat is de basis van je piramide. Is het hier veilig? Als leerlingen het gevoel hebben, ja, het is hier veilig, dan gaan ze zich een tweede vraag stellen. En die tweede vraag is eigenlijk, heb ik medestanders? Hoor ik erbij? Niemand wil in een groep alleen staan en leerlingen gaan heel snel zoeken naar wat zijn hier de allianties. Je kunt daar als begeleider op werken door effectief te gaan werken op gemeenschappelijkheden. Dus niet direct gaan naar discussie en de verschillen, maar vooral eerst werken aan, hey, we hebben hier eigenlijk heel veel gemeenschappelijk ook. Werken we rond gemeenschappelijke hobby's, gemeenschappelijke interesses, het feit dat jongeren zich identificeren met bepaalde dingen, met bepaalde personen, waar ze gemeenschappelijkheden in vinden. Dus eigenlijk werken op, hey, we delen hier eigenlijk heel veel. Dat is een belangrijke basis in die tweede laag van die vertrouwensdriehoek om veiligheid te creëren. Als leerlingen zitten van, ja, ik heb hier wel wat medestanders, ik sta niet alleen, stellen leerlingen zich ook de vraag, de derde vraag, ben ik waardevol? En dat is eigenlijk de vraag van, ik als uniek persoon, heb ik hier ook een plaats in deze groep? Kan ik hier ook functioneren? En als je er als groepsbegeleider wilt ontwerken, kun je werken rond bijvoorbeeld talenten dat leerlingen hebben, unieke talenten, maar ook perspectief en perspectiefwissel. Als in, hoe kijk je naar dingen? Wat is uw mening? Van waar kom je daarmee? Hoe kijkt iemand anders naar dingen? Wat is die zijn mening? En zou je ook kunnen voorstellen dat je, moest die andere persoon zijn, dat je zo zou kunnen denken? Dus het idee van een perspectiefwissel kun je ook verplaatsen in het perspectief van iemand anders. Dat zit eigenlijk in dat niveau 3. De vraag van, heb ik hier plek in deze klasgroep? Als leerlingen het gevoel hebben, ja, ik heb mijn plek in deze klasgroep, dan pas komt vraag 4, en dat zit van boven in de vertrouwensdriehoek. En dan is eigenlijk de vraag, mag ik anders zijn? En dat is ook de vraag, mag ik bijvoorbeeld een mening uiten, ook als die absoluut niet gedeeld wordt in deze klasgroep? Dat is een heel belangrijk ding als je het wilt gaan hebben over uitdagende thema's en uitspraken. Maar dus dat veronderstelt heel veel veiligheid. En dat veronderstelt eigenlijk dat gewerkt wordt aan die vorige 3 lagen vooraleer dat je daartoe kunt komen. En in die 4e laag zitten echt zo al de maatschappelijk gevoelige thema's. Praten over seksualiteit, praten over religie, praten over identiteit. Ja. Dat zit allemaal in die laag. Waar dat je dus heel veel veiligheid eerst voor moet hebben. Ja, dat brengt ons eigenlijk meteen bij onze 4e stelling. Eerst hoofdhoeken, dan holibies. Klinkt als iets wat aansluit bij wat je zo net vertelde eigenlijk. Ja. Inderdaad. Het is heel belangrijk om na te denken als je een bepaald thema of uitspraak wilt bespreken in de klas. Sowieso om na te denken van waar in die driehoek zit mijn klas? In welke laag van veiligheid zitten zij? Dus wat is er mogelijk? Direct beginnen te discussiëren bijvoorbeeld, dat is geen goed idee, want discussie zit echt helemaal van boven in die driehoek. Daar moet je heel veel vertrouwen en veiligheid voor hebben. Leerlingen moeten er ook een aantal vaardigheden voor zich eigen hebben gemaakt, zoals leren luisteren naar elkaar, elkaar laten uitpraten, mogelijkheid voor perspectiefwissel, dat soort dingen. Dus daar is eerst nog wat werk rond. Dus direct beginnen met discussie, geen goed idee, want je moet eerst even afchecken, is mijn groep daar klaar voor? Maar ook, is mijn groep hier klaar voor, puur als het gaat over het thema? We merken bijvoorbeeld heel dikwijls scholen, bijvoorbeeld het thema holibi. Scholen willen een discussie voeren in hun klas rond respect voor seksuele geaardheid en diversiteit en het holibi-thema. En opnieuw, dat is een discussie die binnen de kortste keren ontploft en naar alle kanten gaat. Dat heeft dikwijls heel veel te maken met het thema zelf en met in hoeverre het eigenlijk met leerlingen al over andere thema's gepraat dat hiermee gelinkt zijn. Als het gaat over holibies, zijn bijvoorbeeld leerlingen heel hard geneigd om te zeggen ja, ik vind het eigenlijk sowieso heel moeilijk om over liefde en seksualiteit te praten in deze klasgroep. Laat staan over holibies, wat dat heel veel leerlingen nog altijd zien als een soort afwijking op seksualiteit. En dus als je in je klasgroep niet de veiligheid hebt om over liefde en seksualiteit te praten, begint dan ook niet over holibies, want dat is eigenlijk al een stap verder. Dus probeer eerst te werken aan, hebben we hier veiligheid om überhaupt te praten over gevoelens, liefde, wat is dat, verliefd worden, wat is dat. En pas als je dat helemaal kunt bespreken in alle openheid, dan pas ga je ook in openheid kunnen praten over het holibie-thema. Niet alleen liefde, seksualiteit, maar ook het thema bijvoorbeeld de hoofddoeken. Heel veel leerlingen zeggen ons, als we bijvoorbeeld beginnen praten over holibies, zeggen leerlingen, ja, maar ja, er wordt hier gevraagd dat we respect hebben voor holibies en seksuele geaardheid, maar de school heeft ook geen respect voor mij, want ik mag hier mijn hoofddoek niet dragen. Dus er wordt ons een hoofddoekenverbod opgelegd, dat mag blijkbaar niet. Dus dat stuk van onze identiteit moet weggewist worden, maar we moeten wel respect hebben voor iemands anders identiteit, namelijk seksuele geaardheid. Ja.
Dat is een hele boeiende, omdat ik denk dat dat zeer terecht is als leerlingen dat zeggen. Dat als dat een thema niet besproken wordt in de klas, en dat wordt ook gewoon gezegd, dat is het reglement, en wordt gewoon zo doen, maar we gaan u wel vragen om respect te hebben voor hobby's, uiteraard gaan die leerlingen in de weerstand. En uiteraard hebben die zoiets van, hé, wacht, want dit is een beetje hypocriet, dat zijn twee maten, twee gewichten. En dus opnieuw, heb het eerst dan over dat hoofddoekendebat en al de frustratie en de pijn dat daar zit, vooraleer dat je kunt schakelen naar een complexer thema als het holibi-verhaal. En ook, het gaat over respect. Effectief praat eerst over in hoeverre ervaren leerlingen zelf respect. En dan pas kunnen gaan vragen, kunnen jullie zelf ook respect tonen voor een ander thema? Een eerste vraagje. Vraag komt van Heidi. Die zegt, ja, wat met moslimjongeren die geen gezag van vrouwelijke leerkrachten aanvaarden? En eigenlijk aansluitend zegt dan Amal, ja, wat doe je met christelijke leerlingen die geen gezag aanvaarden van moslimleerkrachten? Mm-hmm. Als je daar in die wij-zij belandt. Ja. Pak je dat aan? Ja. Heel brede vraag eigenlijk. Hè? Heel brede vraag en ook een heel breed probleem. Ook iets dat je niet direct kunt tackelen met een direct antwoord. Allee, of met één discussie in de klas. Ja, dus die ook, wat ik straks zei van die zes tips om direct te reageren. Ja, uiteraard, ik ga een manier vinden om daar op te reageren. Maar op lange termijn moet je dit op een andere manier aanpakken. En volgens mij... gaat het heel hard over leerlingen duidelijk maken dat een leerkracht ook maar een mens is. Ik doe dat zelf ook heel regelmatig als wij in de klas staan. Als leerlingen heel rumoerig zijn of eigenlijk totaal geen respect tonen voor de leerkracht of ikzelf die daar voor in de klas staat. Ik leg dikwijls de dingen gewoon stil en ik vraag, hoe denken jullie dat ik mij voel op dit moment? Dat is een hele rare vraag. En heel veel leerlingen vinden het ook heel raar dat een pipo dat er van voor staat les te geven, dat hij dat ineens vraagt. Maar het interessante is dat leerlingen, als je dat vraagt, dat die daar wel kunnen bij stilstaan. Ja, inderdaad, dat moet misschien niet zo tof zijn voor u, dat wij hier allemaal zitten babbelen. Ja, inderdaad. Hoe zou dat zijn? Moest jij ervan voorstaan? En ik zou op die manier reageren. Ja, inderdaad, niet zo tof. Ja, oké, okay. Kunnen je voorstellen dat het voor mij ook niet zo tof is om hier te staan op die manier? Ja, inderdaad, kan me dat voorstellen. Oké. Okay. Respect, wat verstaat er eigenlijk onder? Ah, dat en dat en dat. Oké. Okay. En wederzijds respect, wat is dat dan? Ah, dat en dat en dat. En op die manier eigenlijk het gesprek voeren. Dat zijn geen gesprekken dat je in één keer kunt doen en dan is het opgelost. Dat is eigenlijk een cultuur dat je moet stilletjes aan installeren met je leerlingen. Om ook te en ook praten niet over... in je eentje, maar samen met collega's kan ik me absoluut voorstellen. Want dit absoluut is niet iets waar jij in je klas oplost. Hè? Ja, absoluut. En ik denk ook dat dat helpt als je als school daar ook een stuk beleid rond hebt van hoe gaan we eigenlijk om met leerkrachten? Wat is daar de grens? Wat is beleefdheid, maar ook wat is wederzijds respect? We hebben ook heel dikwijls de gesprekken met leerlingen. Leerlingen zijn heel eisend in, wij eisen wel respect. Wij eisen respect in heel onze diversiteit en onze identiteit. Maar zijn soms onwaarschijnlijk boertig tegen leerkrachten. En dat is een heel interessante om dan het gesprek te openen over... Oké, maar respect gaat echt wederzijds. En als jij zelf geen respect toont, is het heel moeilijk om u respect te geven. Maar anderzijds, ik ga er eigenlijk altijd van uit. Ja. Iedereen heeft mijn respect, sowieso. En je kunt het verliezen door echt heel hard de naald uit te hangen. Ja. Dat is waar. Terwijl er heel veel leerlingen zeggen, nee, je hebt mijn respect niet. Je kunt het misschien winnen als je heel veel moeite doet. Ja. En het is heel interessant om daar echt het gesprek over te hebben samen met leerlingen. Van, maar hoe ziet je dat dan? En als je zelf respect verwacht, welk gedrag wil je dan stellen naar anderen, opdat je dat respect ook zou krijgen? En, ja. En eigenlijk zo dat die piramide... Dat die ook voor jou geldt. Voilà. Ja, voilà, inderdaad. Vraag van Maxime. Die zegt, ik heb klassen met 0,0 diversiteit, waar enorm sterke en haatdragende taal gebruikt wordt naar alles wat een beetje afwijkt van de norm. Ja. Zegt, die leerlingen die accepteren mijn kennis, mijn tegenwicht niet. En er zijn ook geen andere stemmen, ik kan de bal niet terugkaatsen, die een mening durven geven. De middenstem ontbreekt heel sterk en het wordt al snel leerkracht tegen de groep. Ja, wat raad je me dan aan? Ja, heel herkenbaar. Heel veel leerkrachten zeggen dat. Eén tegen alle, inderdaad. Ja. Maar dus de regel blijft, neem een positie in het midden. Dat wil zeggen, ga niet persoonlijk de strijd aangaan met op dat moment de klas, want in de klas is je eensgezind. Maar wat wij heel dikwijls doen dan, is het verhaal van de advocaat van de duivel. Wat wil dat zeggen? Uiteraard heb jij zelf als leerkracht een persoonlijke mening die blijkbaar niet overeenkomt met die mening van de klas. Maar het helpt dan om die mening binnen te brengen, maar niet als dit is mijn persoonlijke mening en we gaan nu even samen discussiëren, want dan opnieuw zet u in een persoonlijke strijd met uw klas. Maar om te zeggen, ik ga vanaf nu advocaat van de duivel spelen. En dat wil zeggen dat ik een mening ga poneren dat niet per se mijn eigen mening is. Zo blijf je zelf een beetje buiten die persoonlijke strijd. Ja. Dat niet per se mijn eigen mening is, maar het is wel een mening die leeft in de samenleving.
En ik wil die mening hier leggen niet om jullie te overtuigen, want dat is helemaal niet de bedoeling, maar ik wil jullie aanzetten om na te denken over andere meningen, maar ook te gaan kijken van, wat zouden we daar dan op zeggen en hoe zouden we dan op argumenteren? Dus ik geef mijn tegengestelde mening, voilà, ik leg die daar. En dan is de vraag aan de klas, hoe zouden we daarop reageren? Wat zijn dan argumenten, wat zijn tegenargumenten? En je zet eigenlijk de klas aan om te gaan nadenken over, ja, hoe komt het eigenlijk dat ik denk wat ik denk? Wat zijn mijn eigen argumenten? Wat zou ik zeggen tegen het tegenargument? En je opent eigenlijk een discussie, maar je onttrekt jezelf volledig uit dat persoonlijk verhaal. Dus het wordt geen persoonlijke strijd van jij tegen de klas, maar het wordt een collectieve zoektocht naar wat zijn eigenlijk argumentaties rond een andere mening dan die dat hier in de klas leeft. En dat is opnieuw het belangrijkste, dat je manieren zoekt om die kopjes terug open te trekken en te gaan praten over meningen en niet over personen of aanvallen of interne strijd. Een vraag van Petra, en ik denk ook wel herkenbaar voor leraren. Ja, je werkt op een school, leerlingen komen daar naartoe, tekenen een schoolreglement ook wel. En zegt van ja, kijk, er zijn regels, mogen we dat niet verwachten dat bepaalde basisregels toch wel gevolgd worden zonder verweer? Ja. Dat wij ons op moeten kunnen doen. Ja, uiteraard. Uiteraard het schoolreglement en uiteraard verwachten dat als leerlingen dat tekenen, dat die daarin meegaan. Maar er zijn een aantal regels in dat schoolreglement die dan wel veel gevoeliger liggen dan andere. En het is interessant om te zien dat heel veel scholen opnieuw vanuit een handelingsverlegenheid eigenlijk daarover niet willen discussiëren met hun leerlingen. Het hoofddoekenverhaal is een heel, heel concreet voorbeeld. Het verbod op levensbeschouwelijke kentekens. In heel veel scholen is daar enorm veel spanning rond. Hebben leerlingen daar ook een heel uitgesproken mening over. Maar heel veel scholen kiezen ervoor, we gaan dat debat niet aangaan, want het staat in het schoolreglement. Als je dat op die manier doet, dat is uw recht als school. Dat is een vrije keuze, ça va. Maar weet dan ook dat als je bijvoorbeeld het dan wilt gaan hebben over holibies, dat sowieso in die discussie leerlingen gaan zeggen, ja, maar wacht, we moeten hier wel een hoofddoek afzetten. Maar, dus dat zijn keuzes dat je ook als school maakt, van over welke dingen ga je communiceren met je leerlingen, over welke dingen ga je ook in gesprek met je leerlingen, evengoed, welke delen van het schoolreglement maak je misschien zelfs samen met je leerlingen, vanuit een gesprek als met je leerlingen. Bedoelt van... Misschien heb ik de vraag te beet getrokken, stel dat Petra daar zuiver bedoelt van ja... Hier op school hebben we respect voor elkaar, gaan we respectvol om met elkaar. Als leerlingen dat niet lukt, dan kom je terug op wat je daarnet zei, vermoed ik. Hè? Stel jezelf buiten het bereik van de kogels door een andere positie in te nemen. Maar opnieuw, als de regel is, we hebben die respect voor elkaar en leerlingen volgen dat niet op, ik denk dat dan heel noodzakelijk is om met leerlingen het gesprek te voeren over wat is respect eigenlijk? Wat verstaan we daaronder? Wat verwacht ik van u? Wat verwacht jij van mij? En hoe kunnen we dat invulling geven? En dan gewoon zeggen van, je bent in het schoolreglement, heb je nu gewoon respect voor leerlingen, is dat ook gewoon niet duidelijk. En is dat heel... We hebben daar dikwijls discussie over, dat leerlingen in de klas echt de goorste dingen doen, of de raarste dingen zeggen, en dat je hen daarop aanspreekt, en dat die dan zeggen van, ik zie het probleem niet. Allee, ik ben hier gewoon aan het grappen met mijn buurmanieren, en dat is het soort taal ook dat we gebruiken, dus wat is eigenlijk het probleem? Ja. Dus opnieuw, expliciteer dat door in gesprek te gaan met leerlingen daarover. Ja. Kathleen komt met een vraag die... misschien een beetje buiten die klas valt, maar er wel mee te maken heeft. Die zegt van, ja, hoe reageer je als school wanneer ouders samenspannen en één jongen met migratieachtergrond viseren en die jongen wordt dan met een vergrootglas bekeken in het kleine dorp waar hij woont en elke kleine misstap wordt veel sneller uitvergroot dan bij andere kinderen. Zit misschien een beetje buiten de scope van wat... Dat zit er een beetje buiten. Ik zou dan ook wat de context wat meer moeten kennen om daar iets over te zeggen. Ik denk dat het sowieso belangrijk is om als school aan één ziel te trekken, in de zin van dat je dat met collega's ook bespreekt, van hoe pakken we dit aan, hoe gaan we daarmee aan de slag. Hangt ook een beetje samen, denk ik, met in hoeverre zijn ouders eigenlijk betrokken in de school, in schoolparticipatie. Is er een ouderraad waar dat je naar kunt verwijzen, of waar dat die dingen ook even op tafel kunnen gelegd worden, van wat doe je hiermee? Ja. Dus dat soort dingen. Ook wel, ouders krijgen de verhalen via de kinderen binnen en misschien heb je daar dan wel weer meer, kan je meer in dialoog gaan om welke verhalen en waarom en zo verder. Ja. Ik ga terug naar een vraag die recht uit de klaspraktijk komt van Axel. Die zegt, ik heb in mijn klas, er zijn heel veel vragen trouwens recht uit de klas, ik heb in mijn klas een transgender, die kan een epilepsieaanval krijgen en wanneer dat voorvalt, dan willen mijn leerlingen die geloven in de islam, die niet helpen. Of dan spotten ze ermee, net omdat die transgender is. Ja, hoe ga ik daar als leraar het best mee om?
om daar toch een basis van respect te krijgen voor die jongen of dat meisje, of die transgender, sorry. Ja. Oh, dat is uiteraard niet gemakkelijk. En ja, dat zijn ook dingen die dat volgens mij, zoals alles, tijd vragen. Het eerste is natuurlijk het verhaal van wederzijds respect en wederzijds met elkaar omgaan in de zin van bespreekbaar maken van moest jij in die situatie zijn en uw klasgenoten zouden dit met u doen, hoe zou dat dan voor u voelen? Dat is het eerste wat je kunt doen. Maar heel het verhaal daaronder is natuurlijk een hele complexe, heel het verhaal van transgender en ook het verhaal van islam dat tegenover. Dat moet eigenlijk met dat thema aan de slag gaan. En opnieuw, daar moet je dan een stuk de veiligheid voor creëren in je klasgroep om dat te doen. En om dat en beetje bij beetje een stapsgewijs te doen. Voilà, een hoop andere thema's moeten dan eerst besproken raken. Ja, inderdaad. Ja. En het kan bijvoorbeeld helpen dan, zoek naar gemeenschappelijkheden. Wat delen die jongeren met die jongen of transgender die dan de epilepsieaanval krijgt? Dus daar is een gaan zien. In plaats van direct te focussen op het grote verschil dat er is tussen die leerlingen. Ook van wat is de gemeenschappelijk, waar komt eigenlijk wel gewoon overeen? Vindt u wel, ja. Ja. En wat maakt u wel mens tot mens, zoiets? Ja, ja, ja. Dus we hebben zo'n oefening, wat we de steroefening noemen. Dat, en dat is een speed date over identiteit. Dus waar dat we jongeren in duo zetten met de vraag van wat zit er eigenlijk allemaal in uw identiteit? Welke verschillende kottekes zitten er in uw identiteit? En hoe belangrijk zijn die stukjes voor u? En dat kan gaan over religie, maar ook over hobby's, talenten. Hè. En dan moeten jongeren daarmee in speed date geweest met elkaar over in gesprek gaan. En dat gaat heel uiteindelijk over het leren zien dat we heel dikwijls denken dat we allemaal heel verschillend zijn, maar op het moment dat je echt met elkaar in gesprek gaat, dat je heel snel merkt dat je ook heel veel dingen gemeenschappelijk hebt. En dat we dat dikwijls vergeten. En het kan heel interessant zijn om gewoon te zeggen van heel dat transgender-thema, dat is zo groot, we gaan er niet mee beginnen, we gaan beginnen met, opnieuw die vertrouwensdriehoek, werken aan de basis en werken aan veiligheid, maar ook aan gemeenschappelijkheden. Welke andere thema's binden ons wel? En op die manier eigenlijk linken leggen met die transgender dat er dan zit. En dan gaan zien van oké, als die dan een epilepsieaanval krijgt, hoe gaat dat dan mee om en waarom dan? En misschien dan daardoor veiligheid laten groeien en dan pas heel het transgender-thema binnenbrengen en bespreken. Ja, oké. Okay. Ja. Vraagje van Rien, vrij actueel, over de 100-dagen-viering die net achter de rug is. Een aantal laatste jaars die formuleerden in aanloop van de 100-dagen-viering slogans over leraren die heel onrespectvol en beledigend waren. Ja, de leraren voelen zich terecht eigenlijk natuurlijk, aangevallen, onveilig, gekwetst. Ja, hoe herstel je dat dan, die veiligheid en die relatie? Dat is in de klas en school breed eigenlijk, hè? Ja, ja. Want het is gebeurd in een carnavaleske voilà. Toestand, zou je kunnen zeggen. Dat maakt het heel complex, vind ik. ik heb zelf met mijn eigen 100 dagen als leerling ook heel grillige dingen gedaan tegen de leerkrachten. En ik denk dat het een stukje eigen is aan de 100 dagen natuurlijk, hè. Maar ik denk als je, ja, en bovendien zitten met zesdejaars, die letterlijk binnen een paar maanden zijn afgestudeerd. En dus wat ook, wat ga je ze nog maken? Gaan ze nog maken, maar ook in hoeverre gaan ze daar nog in investeren, want die zijn binnen een paar maanden weg. Maar moesten toch zeggen, we willen erin investeren. Ja, ik denk sowieso het gesprek proberen daarover voeren en die leerlingen en de betrokken leerkrachten samenbrengen. En echt het verhaal van, hoe is dat nu binnengekomen bij die leerkrachten? Hoe voelt dat? Beste jongeren, weten hoe dat is binnengekomen, weten hoe gevoelig dat ligt en hoe hard dat leerkrachten erdoor geraakt zijn. Kunnen stilstaan bij het feit dat als je zoiets doet, of als je zoiets zegt, dat effectief impact heeft op iemand anders. En dat misschien toch niet zo tof is. En moest jij in mijn positie staan als leerkracht, hoe zou jij dan reageren als leerlingen? Dat zouden zeggen, opnieuw het gesprek voeren over, ik ben ook maar een mens als leerkracht, ik heb ook mijn gevoelens. En dit komt wel heel zwaar binnen en zet u dat van bewust. Of is dit allemaal een grap en vinden dat zelf dat allemaal maar moet kunnen? Maar dus opnieuw, vooral de vragen stellen en proberen het perspectief te openen, een perspectiefwissel te organiseren en proberen empathie aan te spreken. Wat iets anders is dan een sorry-briefje laten voorlezen. En ik wil zeggen, de openbare excuses die nooit zullen volgen waarschijnlijk, die ja, en opnieuw, daar het gaat over hoofden openzetten en maken dat leerlingen dingen beginnen leren en bijna verplichten tot een sorrybrief die dat er dan komt. Dat is opnieuw, dat is een soort handelingsdrang, wat je dan wel krijgt wat je vraagt, maar je hebt op geen enkele manier reflectie in gang gezet. En het zijn 17, 18-jarigen, maar ook nog altijd aan het leren. Ja, absoluut. Absoluut. Stefania vraagt iets wat ik zelf ook herken en denk veel leraren met mij. Wat is je tip als leerlingen specifiek vragen hoe je denkt over een geladen thema?
Ze zeggen van, ja, wat vind jij nu? Dan is een middenpositie innemen en de bal kaatsen, ja, dat wordt op een bepaald moment wel heel moeilijk als ze in een hoekje blijven dringen. Ja, dat is heel het verhaal van uw eigen mening. Hè. En wat doe je met uw eigen mening? Dat is interessant, want er is ook al wat onderzoek ontgevoerd ondertussen, omdat heel veel leerkrachten zijn zo wat bang. En bijvoorbeeld, een leerkracht geeft les over de verkiezingen en de verschillende politieke partijen. En een leerling vraagt hem: mevrouw, op welke partij stemde jij dan? En die leerkracht zegt, ja, ik wil daar niet op antwoorden, want ik ben bang dat ik mijn leerlingen ga beïnvloeden dan. Ik zeg een partij en die gaan dan allemaal op die partij stemmen. Nu, er is wel onderzoek naar gevoerd en het blijkt dat dat toch niet zo hard van stapel loopt. Leerlingen werken niet op die manier. Het is niet omdat jij zegt, ik stem op die partij, dat leerlingen nu ideologisch beïnvloed worden en dan ook op die partij stemmen. Zo werkt het niet. Ja. Dus impact van je eigen mening op leerlingen, dat valt nogal mee. Wat je wel moet mee oppassen en opletten, is de pedagogische impact van je eigen mening geven. Als het gaat over een discussie over een heftig thema. En dan gaat het heel hard over de manier waarop je je eigen mening er legt en ook de timing waarop je je eigen mening er legt. Heel concreet, als je start met, oké, we gaan een les hebben over seksuele diversiteit. En jongens en meisjes, jullie moeten allemaal weten, ik heb daar totaal geen probleem mee. We leven ook in Vlaanderen, dat moet absoluut kunnen. Maar ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Dan slaagt de discussie dood, dan heb je wel je eigen mening gegeven. Maar je krijgt vooral sociaal wenselijke antwoorden krijgen en niet echt een brede discussie. Dus het helpt om eigenlijk het geven van je eigen mening zoveel mogelijk uit te stellen, zo lang mogelijk uit te stellen, om het zoveel mogelijk bij de groep te houden en eigenlijk alle antwoorden echt uit de groep te krijgen en pas dan je eigen mening te geven. Het helpt ook heel hard om heel duidelijk te vertellen, ik geef mijn eigen mening, maar ik heb niet de bedoeling om te overtuigen van die mening. En het is ook niet omdat ik die mening geef, dat jij deze mening moet overnemen. Opnieuw, de oefening is vooral leren luisteren naar verschillende meningen, daarover leren nadenken over argumentaties van meningen. Maar niet een mening al dan niet overnemen of winnen of verliezen in het geven van een mening. Leerlingen vragen ook heel dikwijls inderdaad van hoe denkt u daar zelf over? En ik denk ook dat dat pedagogisch juist heel interessant is om uw eigen mening te geven. Omdat je op die manier ook, ze zien ook dat je ook maar een mens bent met een mening. Maar het is heel belangrijk dat je uw eigen mening ook op die manier formuleert. En genuanceerd geeft dat ze ook weer het voorbeeld krijgen daar. Ja, ja voilà, inderdaad. Ja. Voilà, ja. Ik ga even terug naar je piramide van daarnet. Die vierde vraag die je aanhaalde. Iemand vraagt, ja, mag ik anders zijn? Zijn er methodieken om dat dan bespreekbaar te maken? Ja, de methodiek is de drie vorige stappen in de driehoek. Leerlingen krijgen pas het gevoel dat ze anders mogen zijn, als ze genoeg veiligheid ervaren, doordat die drie vorige stappen zijn doorlopen. Ja, het is hier veilig. Ja, ik heb medestanders. En ik sta hier niet alleen in deze groep. En ja, ik mag ook uniek zijn in deze groep. Pas dan... Ja. Gaan leerlingen de veiligheid hebben om te zeggen van ja, oké, dus ik mag ook gewoon een afwijkende mening geven. Ja. Dus te zeggen, sommige leerlingen willen dat direct doen en hebben daar geen probleem mee. Dat is heel verschillend in de klasgroep en anderen wachten daar heel lang mee. Maar dus dat is eigenlijk de methode. Het eerst werken aan veiligheid en vertrouwen en dan effectief verbinding tussen leerlingen. En pas dan gaat dat een sfeer creëren waar dat leerlingen het gevoel hebben, ja, ik mag ook gewoon anders zijn. Dat komt, ja. Anne vraagt zich af, ja, wat doe ik met uitspraken zoals ja, ik slaag hem op zijn bakkes en die hem, ja, dat is dan een jongen uit een andere klas of een meisje uit een andere klas. Wat doe je daarmee? Ja, dat geldt een beetje voor al dat soort uitspraken. Het is heel belangrijk om af te checken, wat is eigenlijk de bedoeling van deze uitspraak? Sommige jongeren, het zijn ook jongeren, het zijn 16, 17-jarigen, puberaal, al die dingen. Sommige jongeren doen ook gewoon uitspraken om te provoceren. Om stoom af te laten, om te grappen, whatever. Dus het is heel belangrijk dat je dat als leerkracht altijd in vizier houdt. Van wat is eigenlijk de bedoeling? Hoe ernstig moet ik dit nemen? Ja. Het kan zijn dat gewoon puur gaat over een onderliggende frustratie. En te gewoon zeggen, van, moest ik hem tegenkomen, ik zou hem op zijn bakken slaan. Dat is een heel ander verhaal dan, straks zijn we afgesproken en ik kan hem ineenkloppen achter de schoolpoort. Allee, dat is een ander verhaal. Dus ik denk dat je dat eerst moet inschatten van hoe ernstig is die uitspraak. En twee, ja, dan opnieuw. In gesprek gaan is dan de enige methode, als in en wat is er dan gebeurd en waarom en ook denk je dat dat een oplossing is, iemand op zijn gezicht slaan misschien is het voor de volledige klas ook niet zo'n goed idee, omdat je dan weer als je het met de gele klas erbij doet, speelt die imago nog altijd een rol waarschijnlijk. Absoluut. Ja. En inderdaad, als je inschat van dit is eigenlijk gewoon een uitspraak om cool te doen, om graaf te doen, om indruk te maken op de rest van de klas, ja, haalt dan dat gesprek uit de klas. Dus zegt van, we gaan daar nu niet op in, we gaan verder met de les, maar na de les wil ik u spreken en we gaan dan individueel één op één even bekijken. En dan gaat inderdaad zien dat hij misschien zelfs andere uitspraken zal doen, omdat het publiek van de klasgroep is weggevallen.
Ja. Dus dat... een actuele vraag over de verkiezingen van Els. Die zegt, ja, leerlingen weten dat ik opkom voor een bepaalde partij. Ze beginnen daar vaak zelf over. Ik baken die gesprekken zo goed mogelijk af, maar ze blijven vragen stellen. Ja, hoe reageer ik dan best? Ik denk dat je leerlingen perfect kunt duidelijk maken dat er twee dingen zijn die elkaar niet uitsluiten. Je kunt zelf als persoon actief zijn voor een politieke partij en daar dus een bepaalde keuze in hebben gemaakt. En tegelijkertijd een rol hebben als leerkracht waarin je eigenlijk alle politieke partijen wilt voorstellen met al hun verhalen. En dat het opnieuw niet is, omdat jij voor een partij bent, dat zij dan per se voor die partij moet gaan stemmen. Dat iedereen vrij is om daarvoor te kiezen. Ja. En dat jij vooral als leerkracht de rol hebt om zoveel mogelijk informatie te geven. En te maken dat leerlingen daar beginnen over nadenken. Maar dat ook expliciteren op die manier. Als leerlingen heel geïnteresseerd zijn of zelfs neigen naar ik ga dan ook op die partij stemmen. Dat ook expliciet maken in de klas van het is niet omdat ik voor die partij ben dat je op die partij moet stemmen. Want de bedoeling is juist... En dat is mijn rol als leerkracht, om je zoveel mogelijk informatie te leggen, om daar samen over na te denken. En je bent zelf een opgroeiende mens en je moet daar zelf keuzes in maken. Ja. Iets wat ze misschien wel niet zo gemakkelijk gaan aannemen van jou, dat jij dat onderscheid weet te maken. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Maar ja, anderzijds is het ook iets wat dat interessant is voor leerlingen, omdat dat ook gewoon de realiteit is van een opgroeiende mens en ook van een beroepspraktijk. Als ze later gaan werken, zitten zij ook enerzijds in een professionele context en langs de andere kant ook als persoon met van alles bezig. Je kunt ook die vergelijking maken en leerlingen snappen dat dikwijls wel van, inderdaad, ook als ik een job ga doen, ben ik niet alleen die job, ik ben ook andere dingen tegelijkertijd. En hoe ruimde dat dan? Terwijl ze leraren misschien wel heel sterk identificeren met hun job. Ja, absoluut. Absoluut. En ja, en ik vind ook, en dat is opnieuw de basis van die vertrouwensdriehoek. Als je erin slaagt om met leerlingen het gesprek te voeren over ik ben ook maar een mens. Ja. En kijk ook eens naar mij als... Ik ben meer dan alleen de leraar fysica of whatever. Opnieuw met die steroefening, die speeddates, we doen dat ook samen met leerkrachten. Dus dat leerkrachten samen met leerlingen in speeddate gaan. En dat leerlingen nou het leerkracht leren kennen van ja, wie is eigenlijk de mens achter de leerkrachtenwiskunde. Ja. Die ook van alle hobby's en talenten en weet ik wat allemaal. En dat kan heel interessant zijn dat leerlingen zo stilletjes aan beginnen beseffen van ja... Inderdaad, we zijn allemaal met mensen aan het werken en dus dat vraagt ook wederzijds respect. Leraren zijn geen mensen die s'avonds in hun bakje kruipen en daar 's morgens weer uitkomen om nog les te geven. Arjan zegt, ja, veel uitspraken van jongeren die getuigen wel van een gebrek aan kennis, een beperkte wereld en vraagt zich af, ja, die digitale bubbels, de rabbit hole waar leerlingen soms in terechtkomen, in welke mate draagt dat daartoe bij? Is dat iets wat sterker is geworden, wat jij sterker hebt zien worden? Ja, absoluut. En dat draagt bij tot polarisatie. En niet alleen bij jongeren, ook bij volwassenen. Zelfs nog veel meer dan bij jongeren. Ja. Het feit dat we allemaal opgesloten geraken in onze eigen waarheid en onze eigen vriendenclub en onze eigen overtuigingen en nog heel weinig geconfronteerd worden met andere meningen en dat dus ook heel weinig kunnen over nadenken. Dat is een hele belangrijke, maar opnieuw. Je kunt daarmee aan de slag door het ook expliciet te maken. We hebben een methodeke waar dat we, het gaat dan over het holibi-thema, dus waar dat we met jongeren in gesprek gaan over seksuele diversiteit en geaardheid. En waar dat we en op het einde, dus we doen heel dat gesprek, we beginnen het gesprek met, heb je eigenlijk überhaupt goesting om hierover in gesprek te gaan? Voelt hier weerstand? Waarom dan? En op wat zit dat dan? En een stuk veiligheid creëren om dan dat gesprek te openen. Maar helemaal op het einde van dat gesprek stellen we de vraag, een beetje een soort meta-vraag van... hoe bereid waren we eigenlijk om over die thema na te denken? Had het gevoel dat je zelf een eigen mening had, dat je per se wou verdedigen en dat je vooral anderen wou overtuigen? Of waren we echt in staat om je hoofd open te zetten en al eens te luisteren naar andere meningen en argumentaties? En dat is een heel interessante, omdat je echt het gesprek voert naar... Dat is een meta van ja, hoe open staat je denken eigenlijk? Ja. Of ze vooral gaan kan discussiëren om je gelijk te halen. En wilde helemaal niet meer luisteren naar andere verhalen. En dat is interessant omdat je dat daaraan kunt koppelen van we allemaal, we worden vooral overspoeld door de meningen van de bubbel. En dat dus kan een heel interessante vraag staan, in hoeverre staan ook wij, ook leerkrachten, in hoeverre staan we eigenlijk nog open om meningen te beluisteren die dat totaal niet uw mening zijn? Ja, als leraar die meningen blijven beluisteren, Maxime zegt, dat is het oké in sommige gevallen om mijn diepe verontwaardiging te uiten als een leerling een enorm haatdragende uitspraak doet, die zelfs misschien uit de les te verwijderen, omdat het er voor mij niet een beetje, maar mijlen ver over gaat en dat ik niet kan reageren, maar dat vind ik nu interessant en dat wil ik eens graag beluisteren. Ja. dat je dat punt echt gepasseerd bent. Ja, absoluut.
Volledig begrijpbaar en absoluut. Ja. Je moet zelf ook aanvoelen van waar ligt mijn grens. En op een gegeven moment, als de grens bereikt is, oké, dan moet ik ingrijpen en hem buiten zetten. Het punt is alleen, en dat is opnieuw, die begrens er nodig uit. Je kunt daarvoor kiezen om het daarbij te laten, om het vooral te begrenzen. Maar weet dan gewoon dat het denken van de jongeren niet in gang wordt gezet. Dat verandert, hè. En uiteraard, die tweede stap van ook nog eens uitnodigen, dat is dikwijls een moeilijke. Je hebt er niet altijd tijd voor, ook niet altijd goesting voor. Maar als je echt wilt dat het denken verandert, moet je wel die stap gaan zetten op een gegeven moment. Maar zeker en vast, als het de spuigaten uitloopt, ja, absoluut, trek die grens en zeg dan op een gegeven moment van nu gaat de buiten of nu gaat de whatever. Gebeurt mij ook regelmatig, dat het gewoon te veel is en dat je dat moet doen, zeker en vast. Maar, ja. Ook niet een oproep, ja. Probeer het dubbel te behouden van ook nog de uitnodiging en het verder onderzoeken. Voilà. Eventueel later. Nog een vraag die binnenkomt, die daar, ja, het is geen expliciete uitspraak, het is in de zin van, het is een anonieme uitspraak, ze vinden een bordje met een haatdragende tekst over Joden op school terug, ligt daar anoniem te liggen. Kan je zoiets anoniem opentrekken naar de hele school en daarover praten van kijk, we hebben dat hier gevonden. Wat doen wij daarmee? Wat vinden we daar allemaal samen van? Is dat een goede aanleiding voor een discussie? Of als het niks te maken heeft met die leerlingen, blijf je daar dan beter vanaf? Dat kan een goede aanleiding zijn voor een discussie. Zoals dat een nieuwsitem of iets dat gebeurd is, ja. Ook een goede aanleiding kan zijn voor een discussie. Ja. En ook hoe pak je de vraag aan? Is een beetje. Als school, de vraag is een beetje, wat is de inzet van dat gesprek daar rond? Wil je door dat gesprek weten wie dat gelegd heeft, dat bordje, en dus het niet meer anoniem maken? Is dat een inzet? Of wil je eigenlijk vooral het brede gesprek voeren over ja, wat zijn haatdragende boodschappen? Hoe komt dat binnen? Zou je dat zelf doen? Waarom wel, waarom niet? Wat zijn daar de gevolgen van als je zo'n dingen doet? Kunnen we daar samen over nadenken? Dat is een heel ander gesprek. En dus hangt af van de intentie, denk ik, van dat gesprek, om te zien of dat een vraag uit het buitengewoon onderwijs. Ja, ik vuur ze gewoon na elkaar en door elkaar af, hè, Sam. Zeggen als het te veel wordt. Ja. Jongeren met een cognitieve beperking. Een leerling in OV3, in Buzo, en die gebruikt het N-woord bijvoorbeeld. Mm-hmm. Blijft dat ook gebruiken en ziet niet de ernst van zijn uitspraken in. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om als je al verschillende pogingen hebt ondernomen om dat op een of andere manier? Ja. Ik heb zelf heel weinig ervaring met Buzo. Ja. Dus ik ga er ook niet te veel over zeggen, of kunnen zeggen. Maar het lijkt me dan opnieuw, het gaat naar uw basis van uw vertrouwensdriehoek. Namelijk, in hoeverre kende die leerling? In hoeverre gaat dat over... Waarom is dat zo, dat die uitspraak doet? Hoeveel mensen kent hem dat het N-woord niet gebruiken of wil gebruiken? Begrijpt hij überhaupt dat dat een probleem is? Dat soort dingen. En als je het wel begrijpt, waarom blijft ze het dan nog altijd doen? Ik wil altijd zeggen. Ja. Dat zijn opnieuw dingen dat je kunt bevragen en dat je samen kunt over spreken. Dus ik denk dat altijd, dus dat is ook weer het ding van, focust je niet te snel op de inhoud van een uitspraak, maar ga kijken naar wat ligt daaronder. Waarom gebeurt dit? Welk gevoel ligt daaronder? Welke behoefte zit daaronder? Waarom doet een leerling zo'n uitspraak en blijft hij die uitspraak doen? Is het omdat hij het niet begrepen heeft? Of omdat er een soort onwil is? En waarom is er een onwil dan? Is er een frustratie? En over wat gaat die frustratie dan? Dat soort dingen. Dus elke keer opnieuw vragen stellen en naar de diepte gaan. En nog een beetje dezelfde vraag binnen over jongeren met autisme dan. Mm-hmm. Heb je weet van didactisch materiaal, methodieken waar je als leraar input vindt om met die doelgroep aan de slag te gaan rond zulke zaken? Nee. Ik hoop dat het bestaat. Ik hoop echt dat het bestaat. Maar ik heb er geen weet van. En ik merk ook dat dit soort dingen, hè, het omgaan met heftige thema's, het omgaan met superdiversiteit in de klas, het omgaan met heel veel verschillende meningen. Ik heb de indruk dat op dit moment zijn heel veel partners daarom bezig. Heel veel organisaties zijn in gang geschoten om daar van alles rond te doen en ook materiaal rond te ontwikkelen. Ik heb ook de indruk dat het allemaal zo wat pionierswerk is, dat iedereen aan het proberen is om uit deze moeilijke soep te geraken. Er bestaan ook geen duidelijke handleidingen over hoe pak je dat dan aan. Het is vooral proberen, ervaren, leren van je fouten en dat dan volgende keer een beetje beter doen. Dus in die zin weet ik zelfs niet of dat het al bestaat. Materiaal specifiek dan voor die doelgroep om hier rond aan de slag te gaan. Ja. Ik heb er geen weet van. Ja. Het zou tof zijn moest het zo zijn. Ja. Sam, we gaan richting onze 50 minuten. We zitten misschien al een klein beetje over.
En we hebben nog niet helemaal een consensus gevonden, vrees ik. Maar we hebben heel veel vragen uit secundair behandeld. En daarom gooi ik er toch graag nog eentje tussen over jonge leerlingen. Leraar Alex, die stuurde ons vooraf, ja, hoe reageer ik op een zesjarige die in mijn klas zegt, meisjes mogen niet met meisjes trouwen. Ja, en dat hoort ze thuis bij haar streng christelijke ouders. Ja. Brengt een overtuiging van thuis mee, mm-hmm. zonder daar misschien al zelf sterk over nagedacht te hebben. Hoe ja, ja. doe je daar iets mee in de klas en wat dan? Het hangt ervan af in welke context dat gezegd wordt en effectief dat je ervoor kiest om daar iets in de klas mee te gaan doen. Je zou perfect een groepsgesprek kunnen doen over, oké, zo is dat blijkbaar bij u thuis, hoe is dat bij de andere leerlingen thuis, hoe kijken jullie er thuis naar, wat zegt papa of mama rond dat verhaal. Je zou een kringgesprek kunnen doen en dat is opnieuw inventarisatie van meningen, van kijk, er zijn blijkbaar heel veel verschillende manieren om daar dan naar te kijken. En blijkbaar hangt dat ook een beetje af van de familie, wat dat je groot wordt. Okay. Ja. Als het echt problematisch is, of als het echt een soort spanning geeft, ja, sowieso opnieuw met dat kind in gesprek gaan. Al de vragen beginnen stellen. Hè, van, ja. Ja, Want ik kan me voorstellen, als een kindje in de klas zit met twee mama's, dan wordt dat wel spannend. Hè? Ja, en opnieuw, daar kun je ook het gesprek over voeren, van als je zo'n uitspraak doet en... Misschien weet zij dat er een kindje zit met twee mama's. Hoe zou dat dan zijn, denk ik, voor dat kindje om zo'n uitspraak te doen? Hoe zou jij zijn als je twee mama's zou hebben en iemand zou zoiets zeggen? Ja. Maar evengoed de vraag van, ja, wat weet je eigenlijk over dat thema? Of is dat gewoon, mijn mama zegt dit en verder weet ik er niks over? Ook de vraag van, natuurlijk, 6 jaar is heel jong, maar alle oudere kinderen stellen bij dikwijls ook de vraag van, ja, maar wat... Ben jij eigenlijk al eens verliefd geweest? En hoe werkt dat dan, verliefd zijn? En zou je het kunnen je voorstellen dat je zelf verliefd zou worden op iemand van jouw eigen geslacht? En als dat zo zou gebeuren, wat zou je dan doen met dat gevoel? Ja. Dus dat gaat opnieuw naar gevoel en beleving, wat iets helemaal anders is dan inhoudelijk, er is een regel, het mag niet. Maar ja, de vraag is van, hoe gaat dat om met die regel? Hoe gaat dat om met dat gevoel? Stel dat je beste vriend of vriendin ineens zegt dat hij homo is. Ja. Hoe zou je dan op reageren? Zou je dan zeggen... dat is mijn vriend niet meer, of blijft iemand nog altijd vriend, ook al is hij homo, dat soort dingen. Ja. Dus dat gaat elke keer opnieuw gesprekken over, waar haal je dingen vandaan, wat betekent dat eigenlijk voor u, die uitspraak dat je doet, hoe zit het gevoel daaronder, en hoe gaat het dan om met dat gevoel? Ja. 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 Dus het blijft altijd hetzelfde verhaal, en dat vraagt tijd, dat vraagt inzet, maar dat zijn volgens mij de manieren om dan te maken dat dat hoofdje open komt, of meer open dan alleen... Bij ons thuis hebben ze geleerd dat dat niet mag. Klaar. Voilà, en misschien zie jij daarvan het effect niet in jouw klas die dag, maar geeft het op een dag wel meer opening. Ja, dat is wat we allemaal in geloven. We hebben heel veel vragen binnengekregen. We hebben ze nu niet allemaal kunnen beantwoorden. Komt nog een video aan binnenkort, waarin je een aantal zaken uitlegt. We sturen aan wie deze webinar gevolgd heeft ook nog een mail... met wat materiaal en tips om jullie hopelijk zo goed mogelijk voor te helpen. Iedereen bedankt om te kijken. Hopelijk had je wat aan de inzichten van Sam en aan de vragen die we hier kriskras hebben toegegooid. Wat we vandaag besproken hebben, meer vind je nog op klasse.be. Bezorg zoals gezegd dat mailtje nog met waardevol materiaal op maat. En ja, heel erg bedankt om te kijken. Bedankt om net als zoveel andere leraren je schouders te zetten onder dit thema. Tot bij een volgend webinar van Klasse. En nog een heel fijne woensdagnamiddag aan jou, Sam, en aan iedereen die hier meekeek. Tot de volgende keer.